is lekker wakker geworden. Nou, de Curaçao lekker gereden. We gaan nu Burry even rijden en dan mogen we rond de baan. Curaçao mag natuurlijk pas morgen rond de baan, want die moet vrijdag blessuren. Dus we gaan even kijken hoe spannend de baan is. Nee, dag hoor. Dag hoor. Dag hoor. En Burry, hoe ging het? Ja? Ja, hè? Heel goed, dankjewel voor het antwoord. We hebben er niks aan, maar toch bedankt voor het antwoorden. Hoe ging het, Inge? Zet hem echt aanstaan, hè? Ja. Burry, even wachten, niet rollen. Zijn nou Jordi even wachten? Burry! Huh? Oh. Ik verstond echt Jordi. Maar zei ik Burry. Nee, dat zou kunnen. Uh-oh. Burry. Ja, lekker maar haast. Nou. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Ça va bien, et toi? Ça va. En daar houdt het wel allemaal aan moe. Wat zei jij nou? Ouwe hoe. Ouwe hoe, hè? Ja, ga ouwe hoe. Wat een ga ouwe hoe, zei ze. Ah. Nou, het is veel te vroeg om op de camera te verschijnen, maar dat is hij. Ik heb vanochtend al gevoerd. We waren er om 6 uur al uit, is echt niet grappig. Want Burry moet om 9:10 al dressuren. Dat is super vroeg. Eén voordeel, zijn we ook vroeg van de dressuur af natuurlijk. Inge heeft hem al mooi gevlochten en weer opnieuw wit gemaakt. Want ja, jullie kennen Burry ondertussen. Het is iedere ochtend weer een bonte koe. Ja, en voor de rest gaan we zo meteen rustig opzadelen, spullen klaarmaken. En dan gaan we ons opmaken voor onze dressuurproef. Hey, we zijn er. Oh, nou ja, nee, ik ga het niet op. Het is eigenlijk wel nodig, maar ik ga me niet opmaken. Maar we gaan ons klaarmaken. Ze lachen allemaal. Ja, we gaan ons klaarmaken voor onze dressuur. En we zijn natuurlijk eerste teamruiter van Nederland. Dus ja, ook het teamresultaat gaat meetellen hier natuurlijk. Uh-oh. Spannend. Uh-oh. Dat is wel heel spannend, ja. Ja. Heel spannend. Oh ja. Verder worden mijn paarden niet verwend. Nee, ja. Als hij nou vergeten wordt, dan gaat hij zo heerlijk. Vergeet mij niet. Hoe? Nee, je krijgt er niet nog één. Nou, de Thomas die niet wil starten. Mensen van tegenwoordig weten niet meer wat de Thomas is, hoor. Vind ik wel. Nee, die hebben allemaal een elektrische scooter. Nou, we zien je zo wel bij de dressuur. Ja, dag. Wat kijk jij gepikeurd? Hij heeft echt betere grappen gehad, hè? Maar we zijn er klaar voor. Burry is helemaal white and shiny. Oh. Ja. Yeah. Dus ja, we gaan ons best doen. Dank u. Het is een beetje vroeg, thanks. Had je nou weer ergens een krukje gejat? Nee. I still remember when I was really free and all the things I lived. And the means all the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, cause I want to come back and find my way. And I have
to run and run away. I'll find out what juice, yeah. Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for life. This is the time for you, yeah. I'm wide awake for real. I still remember when I was really free, and all the things I lived, in the midst of the things that I left. I regret for this, it won't be the same, yeah. I never felt this way, cause I want to come back and find my way, and I have to run and run. Arrivé le cavalier numéro 1 de Hollande. Ja, Jordi Wielken. Hij was echt super, had geen grote fouten. Het mag misschien nog iets vloeiender, maar ja, voor nu ben ik echt dik tevreden. En voor nu zat er ook niet meer in. Dus ja, wat de punten ook zijn, wij zijn dik tevreden. We hebben een hele fijne proef gereden. En vanuit hier kunnen we mooi verder. Dus ik zeg goed begin van een mooie wedstrijd. Nou, mooi, daar drinken we een biertje op dan, hè? Wat chat. Goed gedaan, vriend. Ik ben trots op je, hoor. Ja, ik heb alleen maar een camera vastgehouden, maar dankjewel. Nee, over jou valt nog te twisten. We hadden het nu over Burry. Ja. Eigenlijk wel. Jordi, ga je paard rijden? Ja, dat noemen ze wel zo, ja. Doe je dat hier ook nog? Ja. We gaan met Curaçao even de baan verkennen. Wel een beetje reclame dit, hoor, voor Team NL. We gaan met Curaçao de baan verkennen. Ja. Want die moet natuurlijk morgen lesuren. Is dat zo? Ja. Ook zo vroeg in de ochtend? Nee, je hebt weer geluk. Weer geluk? Ja. Wanneer was de laatste keer dan? Je hebt altijd geluk. Oh. Maar want zaterdag hoef ik ook niet zo vroeg, alleen zondag was weer. Dus je hebt twee keer geluk. Twee keer geluk. Even baan verkennen, even lekker rijden en dan hoop ik dat we klaar zijn. We moeten morgen rond 2:30. Dus we hebben nog eventjes, maar we gaan even trainen. Het is het enige moment dat dat mag in de baan. Dus ja, daar gaan we even dankbaar gebruik van maken. Kom maar, pony. Kleintje. Wel zonde op Curaçao. Zeker leuk thuis. Toevallig wel. Zit hier, meneer de directeur? Ja. Op zijn director's chair. Something like that. Ben je klaar voor je dressoir? Non. Zit ik wel. Nee joh, ik heb nog een kwartier, doe even rustig aan. Als ik nou al klaar ben, is het te vroeg. Ja, je hebt er goed voor voorbereid, toch? Ja, dat wel. Voorbereiding ligt er niet aan, hij ziet er mooi uit. Oh. Nou, ik nog, maar doe maar, kleine geintje houden. Er is niks meer aan te veranderen. Nee. True story. Maar in ieder geval ben je mentaal klaar voor? Ja, ook nog. Oh, hey. Ja. Ja, wie had dat verwacht? Niemand. Helemaal niemand. Zien jullie zo bij het opzadelen, want dit wordt een lang verhaal.
Wat niet? Meestal leg ik het zadel erop. Ja. Jordi aan het opzadelen is. Mm-hmm. Een bijzonder moment in de geschiedenis. Jordi Wilken. Het is 2021 en Jordi Wilken zadelt zijn eigen paard op. Penguin Panic. Welkom bij het circus. Dus. Tarek is er ook. Ja. Het is een eerbetoon aan Tarek van Bochelen was het. Ja, dat scheelt niet veel. Die golfjes aan. En dan nog een keer zo je jasjes naar achter wapperen en dan kan je achter de vleugel gaan zitten. Ah. Oh, camera valt om. Mooi. Hou toch maar bij paard rijden. Lijkt mij beter. Stepping up, so you better get this party started. Oké. Bye. 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 Every day I still remember when I was really free and all the things I lived. In the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. I finally choose, yeah. 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for light. This in the time for you. Met de kleine jongen. Je lacht. Hij deed het super, alleen de middendraf werd hij wat onstabiel, waardoor het wat rommelig werd en dan ook het laatste afwenden. Maar voor de rest geen fouten en liep een goede proef, dus ik ben dik tevreden. Het is al heel veel beter dan onze vorige proef. Ja, dus voor nu heel blij. Natuurlijk nog genoeg te verbeteren, daar niet van. Maar het was gewoon heel goed en daar ben ik heel blij mee. Dus ja, voor nu dik tevreden en gelukkig mogen we morgen springen. Ik zal zeggen, op naar de leuke onderdelen nou. Zo is dat. Ik weet me wel kapot, hè? Ja, dat snap ik wel. Je jasje ga uit dan. Nee. Oké, okay, bye bye. Bye. Jordi, wat was je score? 31-7. Sorry, herhaal nog eens. 31-7, huh? Ja. Gewoon meer dan 68%. Dat is een persoonlijk record in de vierster, kan ik u vertellen. Ta-ta-da. Daar mag op gedronken worden. Hi-ha-ho. Jij gebruikt alles om te drinken. Kunnen we niet gewoon blij zijn met een top? Daar mag op gedronken worden. Hey, ha, oh. Maf deze. Wat een paard. Gefeliciteerd, Lottie. Thanks, maat. Even blij eigen. Ja, jammer van die middendraf, anders hadden we gewoon onder de 30 kunnen rijden. Hou nou eens op, man. Altijd wat te zeiken, hè? Kom op. Awesome. Be happy. Very happy with my pony. My tiny pony. George Little Pony, George Little Pony. Curacao, hè? Zoals ze hem hier ook kan noemen. Ja. Curacao! Kijk eens een beetje blij, je hebt net 31-7 gereden, kom op. Goeie. Uri aan het opstaan, leuk. Waarom dan? Je hoeft vandaag helemaal niet meer te rijden. Nee.
Ja, moet toch eventjes gereden worden. Beetje loswerken. We hebben morgen natuurlijk het springen. Ze willen hem wel een beetje voor elkaar hebben. Zodat hij mooi ontspannen en los in het lijf morgen het springcours in gaat. Ja, ja. Ja, en dan staat hij maar de hele dag op stal, hè. Nee, dat is niet waar. We wandelen er wel veel mee, maar het is toch anders. Anders? Anders. Niet Hans, maar anders. Hans anders? Nee, niet Hans. Wel anders. Wel anders, ja. Oh, we gaan nog even lekker rijden. Oké, okay, doe je. Tot zo. Goedemorgen deze morgen. Goedemorgen juffrouw Janni. We zijn hier in de startbox van de 4 ster, de Nations Cup Hara Dupin. We gaan even de cross met jullie lopen. En ja, ga proberen zo goed mogelijk uit te leggen hoe de lijntjes lopen. Als deze stomme Franse commentator er niet doorheen praat. Blijven de lijntjes gewoon hangen en gaan ze niet meelopen. De lijntjes tussen de hindernissen, jongen. We gaan hier van start en dan gaan we... Ik heb wel het gevoel dat ik wat vergeten ben. Nou weer. Ja, ik zie jou met een flesje water lopen. Volgens mij had ik dat beter ook mee kunnen nemen. Ja, ja, had Jerry ik ben nou mee. Al moe. Ja, had Jerry mee moeten nemen. Ja. Maar we gaan recht de startbox uit richting hindernis 1. Met hindernis 1. Recht voor je, het rode dakje. Achter de rode raampjes. Mooie, sympathieke hindernis. Fijn inkomen. Dus vlot de startbox uit, dan gaan we deze springen. En dan gaan we een heel mooi stuk naar boven galopperen richting dat hele mooie kasteel wat jullie daar zien. Nou, los hè. Wat een mooi kasteel. Ja, mooi hier hè. Hier maak ik een klein bochtje naar rechts. Richting onze hindernis 2. Zullen we over die vent heen springen? Ja, hopelijk is die weg morgen. Nou ja, dat weet ik niet. Daar gaan we wel vanuit. Is dat verkeerde hindernis? Nee, dat is nou een 2-sterwedstrijd. Oh. Dit is onze hindernis 2. Ging heel iets schuin. Mooie vlotte wending rijden. Voorwaarts galoppaden. Hindernis 2. En dan gaan we door. Hindernis 3. 7.2. We komen hier bij de eerste soort van combinatie en dan is 3. Een mooie dikke bak. En dan een kleine gebroken lijn naar hindernis 4, het hekje. 30.8 de temps et donc un score total à 10.2. Blijven kijken. Een klein beetje terug de bult op richting hindernis 4. Sur le règlement des refus, donc un premier refus sur un obstacle fait encourir 20 points de pénalité. Si on refuse deux fois le même, le deuxième refus entraîne 40 points si sur le même obstacle. Si c'est sur un autre obstacle, c'est à nouveau 20 points. Dan hebben we hier hindernis 4 en dan galopperen we nog verder de bult op. En dan zien we jullie bij hindernis 5 de eerste combinatie. Zo, mooi bergachtig landschap hier. Ja, we komen hier bij hindernis 5A. Echt wel een hele dikke bak. Een mooie grondlijn, maar echt wel een hele hoge, brede bak. Dan landen we. En dan krijgen we een gebroken lijntje naar 5B. Dit smalle hekje. 12A en B, so they're also going very well. Omdat de bult een beetje afloopt naar rechts, hier is het heel gemakkelijk om daar langs te lopen te krijgen. Dus echt heel belangrijk dat we hier goed recht houden. Deze springen. En dan lekker bult afgaan. Chili, Jonathan. We komen hier straks dus om de bocht heen. Hebben we deze hele schuine heg, 6A, natuurlijk best wel tricky is. Nee, deze is best gevaarlijk. En dan krijgen we 2 galopsprongen rechtdoor naar een smalletje, maar die smalle is zeg maar heel breed. Dus je moet hier mooi inkomen, zodat je met ritme eruit gaat. Want je moet wel het eind van deze hindernis halen, want hij is zeg maar langer dan dat hij breed is aan deze kant. Yeah. Dus, ja. Dit is wel even serieus en daarna moeten we een hele korte bocht naar links maken. Dus echt lastig, die schuine heg, 2 geloofsprongen, deze smalle en dan gaan we linksaf. Doe het eens. Waar gaan we heen? Linksaf hè. Oké. Ik ben even scherp. Hindernis 7! Ja, mooie bak. Dus deze gaan we lekker, mooie bak. Lekker in het ritme meenemen, dit mag niet te veel tijd kosten.
Gewoon een hele mooie sympathieke in. Ik stond er ook niet, liep er. Van Paul 1, van Paul 2, en kijk, hier zijn ze tot ziens. Ooievaar. Ooievaar. 8. In en is 8. Ja. Mooie wagen. Mooie dikke sprongen, komen iets uit het schaduwgedeelte naar de zon. Dus de paarden kunnen daar iets op kijken. Dus het is belangrijk dat ik even goed controle neem. Deze in en is spring. En dan plankgas naar 7. Nieuw. 9. Dit was zeg maar jouw punt om mij te verbeteren. Oh, sorry. We gaan van 8 naar 9, niet naar 7. Niet? Dat weet ik veel wat jij leuk vindt. Nee. Ik zou het inderdaad van 8 naar 9 doen. Maar... Dat gaan we doen. Hier ben je in is 9, mooie heg. Hier kunnen we lekker op doorrijden, even één keer opzetten. En lekker doorgalopperen. Waarom ga je hem erop zetten? Het paard één keer opzetten op het achterbeen. Zodat hij zeg maar extra gewicht op het achterbeen heeft, zodat hij zich beter kan afzetten. Opzetten, afzetten. Oh, is dat? Duidelijk, heel duidelijk. Ik snap het wel toch? Dies? Ja, dies, ja. Dies is zien en is dies. En dan worden die paarden hier natuurlijk ietsje vermoeid, omdat ze alleen maar bult op moeten. Dus het is belangrijk dat we ze hier even een stukje controle inbouwen. Zeker omdat we hierna een moeilijke combinatie krijgen. Dus even goed terug aan elkaar, deze mooi springen. En dan gaan we op naar 11. Dat is een stukje stuurwerk hier. Want we moeten dat witte huisje hebben, dus we springen 10 en dan gaan we iets naar links. Naar links. En dan gaan we ook weer naar rechts inderdaad. Naar links. Nee, nou te vroeg. Eerst netjes in is 11 springen. Ja, spring dan. Ga ik morgen doen, jongen. Volgens mij moeten we de kant. Volgens mij om de weet niet. In is 11. Dan maken we een mooie gebroken lijn. Dan moeten we naar die grote? Ja. En nee, je A, B, C, D wel een beetje in de gaten houdt. Ja, nee, dit is alleen A, B. Dus dit gaat nog wel dan. Dan houden we hier ietsje links aan. Van het midden. Want deze staat op een korte 4 galopsprong. En als we dus te veel naar rechts komen, komen we te veel aan de binnenkant. En dan krijgen we geen 4 galopsprongen. Diagonale die we springen deze ietsje aan de linkerkant. Links. En dan moeten we er nog een. Ja. Maar bij A, dit is fout. A. En dit is B. Nou ja. En dan hebben we 12B. En dan hebben we een heel stuk galopperen. En dan gaan we opnemen in de 13. Een mooie serieuze combinatie denk ik. Een heel dik huisje op 12A. En een hele dikke punt op 12B. Dus dit is wel een van de moeilijkere combinaties. Oké, punten scoren. Zo is dat. Sos, ga verder. Waarom? Kan je kiezen tussen 13 en 13? En is allebei dezelfde. Ja, dat weet eigenlijk niemand. Dat niet hoger, niet breder. De crossbouwer zo bedacht. En het stomme is dus dat je vermoedt dat je daar naar linksaf moet. Omdat die hindernis er staat, maar moet ook nog naar rechts. Dus helemaal logisch, hè? Maar waarom zou je... Ja, je moet gewoon duidelijk kiezen. We springen hier mooi. Dus ja, die klasse gewoon omdraaien. Dan kun je gewoon door het midden rennen. Nee. We springen gewoon netjes hier over deze bak, in is 13. En daarna maken we een korte bocht naar rechts, richting het eerste water. Maar dat is het ook niet. Ik had ze nou gezegd van je de, als je de bocht op de ene keer of zo, dat je hem andersom mag springen. Bij de andere. Exact 15. 14. 14. Wel A. Mooie. Ja, 14A en B. En B? Hebben we ook nog C en D? Nee, we krijgen zo 15A bij C. Oeh. Komen hier 14A. Hebben we een serieuze huisjes. Schuin. Voor het water. Dus het is best wel veel tegelijk. Het is heel belangrijk dat we de paarden hier goed recht hebben. In de juiste balans. Balans. C'est France. Balans. Dan krijgen we hier mooi 2 galopsprongen. Weer een huisje. En dan recht voor ons zien we al 15A. Zo voor kerstboom. En dan 14AB, die twee schuine haagjes. Nee, door dit plasje water. Dan gaan we hier door het water heen. Dan hebben we 15A. Ik moet wel even de lijn lopen. Ja, dat kan ik wel eigenlijk.
Ja, dan ook die schoenen uit kunnen doen. Lekker man. Dan ga even de slang in, hè. We hebben 14AB, die twee huisjes. Mooi rechtdoor. Dan krijgen we hier 15A. Een beetje vervelende stijlsprong vind ik. Met een minklift. Ja, voor de veiligheid. Maar het stomme is, daarna krijgen we dus een hele kromme bocht naar 15B. Ja, hier hebben ze genoeg zout gestrooid. Ja. Deze bocht is niet flauw meer. Jongen. 15B hebben we weer zo'n stijlsprong met minklips. En als je dus wat schuin inrijdt, heb je meer kans dat één been wat lager is dan de ander. Dus je wil hem hier mooi recht hebben, zodat je niet de minklip en 11 strafpunten aan de broek krijgt. Maar... En na 15B krijgen we 41,6. Dat moet je niet vergeten. Nee, dat lijkt me wel anders. Un refus dans les eaux de l'Orne, c'est en 11B ce refus. En daarna gaan we weer haaks naar links, dus het is nogal een gedraai hier. Niet helemaal mijn ding. Ik blijf liever gewoon een beetje wat mooiere bochten rijden. Maar ja, doe maar. 15C en daarna moeten we dus linksaf. Hier gelijk linksaf? Ja, we gaan dus ja, echt een korte bocht, hè? Hier daar? Nee. Hier? Ja. Numero 8. C'est parti. Ja. Maintenant. Verplicht doorgaan. Bonne route à Javier Gendé. We zijn op de 16, buddy. Ja, hier krijgen we mooie trakenen in de 16. En wat is een trakenen, Roland? Zo'n ding wat hier voor je staat. Leg eens uit. Het is een hele neus met een gat eronder. Heel goed. Dus zo'n ding wat hier voor je staat. Mensen kunnen toch zelf kijken. Kom op, dat hoef ik niet te doen. Ik wil een klein beetje uitleggen. We hebben hier een mooie grote sloot onder de heg. We komen hier in een mooi ritme. Dit mag allemaal niet te veel tijd kosten. En daarna gaan we naar 17ABC, een hele moeilijke combinatie. Waarom loop je tegen de camera aan? Helemaal niet. Wel eens. Jij gooit de camera tegen mij aan. Niet eens. Wel eens. We komen hier bij een 17A, open punt. Punt van 90 graden, dus uit een rare wending. Dus een hele ingewikkelde sprong. Een hele grote sprong. Belangrijk dat we deze fijn en goed springen. Daarna draaien we hier tussen de bomen door. Een stuk lopen. Ja. Springen we in een 17B. Hier nog een 17C. Ja. Niet vergeten. Zo is dat. En dan maken we straks nog een mooie bocht naar rechts, naar hindernis 18. Nou, dit is natuurlijk best moeilijk. Twee van die dikke punten en dan zo'n smalle. En dan... Twee van die dikke punten. Ja. Dikke punten. Ja, die eerste punt is echt wel heel moeilijk, want je komt uit het open veld, uit een rare wending. En dat is een smalle. Dus we moeten dan echt wel heel gecontroleerd aan elkaar, maar wel in een basisritme naar die punt toe. Dan een goede wending maken, zorgen dat we onze wending goed uitrijden naar 17B. En dan volgt eigenlijk automatisch C. Die smalle. Want dat is een rechte lijn. Ja, die smalle inderdaad. Heel goed opgelet, Roland. We hebben twee dikke punten en een smalle. En dan hier krijgen we... Een mooie wending naar rechts. Hoe erg jij mij grappig begint. Hier gaan we rechts naar hindernis 18. Lekker in galop. Over deze grote heg heen. En dan gaan we lekker weer een stukje galopperen. Want hier is het zoveel gedraaid dat ik het wel fijn vind dat die paarden nu weer een beetje kunnen galopperen. Fijn hè? Heel fijn. Paard. Galoppeert. Het galoppeert? Galoppeert. Galopper de pop. Die snuif. Lokser. Ik heb net bij de vorige hindernis geen grap gemaakt over wiet. Dus dan hier met die snuif. C'est magnifique, c'est très imposant. Ja, het ziet er mooi uit. Een hele mooie okse. Ja, ja. En jouw Frans is echt... Terrible. Een hartstikke mooie okse. Ja. Gaan we door naar de volgende? Ja. Hindernis is 20. Van. Hindernis 20, mooie stijlsprong, dus je moet hier even goed opzetten, want we hebben een stijltje voor het water. Deze willen we natuurlijk niet naar beneden hebben. Hier zitten weer de veilige minklips op. Daarna maken we een mooie rechte lijn
Ja, een hele moeilijke hindernis. Je krijgt een opsprong en dan nog in uit een boomstam. Oh, leuk. Zo mogen het steltje. Mooie lijn naar 20A, zorgen dat we genoeg opwaartse drang hebben. Spring je hier naar boven, op inhoud springen we deze boomstam. En dan krijgen we mooi 5 galopsprongetjes naar het smalletje. We proberen hier zo kort mogelijk te landen, tijd creëren. En dan galopperen we weer op. We hebben nog 2 hindernissen te gaan, dus hier geven we weer extra een beetje gas naar deze moeilijke combinatie. Dit is denk ik een van de moeilijkste combinaties van de cross. Dus zeker aan het einde nog wel een grote uitdaging, maar daar gaan we voor. Zo, de laatste hindernis. Nee, 1 na laatste. 22 waren. Ja, dan lijkt het voor jou iets korter. We moeten nog een stukje. Dat is niet lief. Hier hebben we een mooie bak, hindernis 22. Lekker in het ritme meenemen. Ja, mooie bak waar we niet veel tijd op mogen verliezen. En dan gaan we op naar 23. We zijn er bijna, we zijn er bijna. En de camera maar meeloopt maar. Nee. Dag hoor. Goed voor je belly. Nee. Yes. Less food, more walking. No, more food, less walking. Boop. Nou, je hindernis 23. Het is wel de laatste. Een mooie hindernis. Zeker niet onderschat moet worden. Dus deze gaan we mooi netjes springen. En dan gaan we plankkras door de finish die jullie daar zien. En dan zijn we hopelijk morgen foutloos binnen de tijd. Dit is het eerste deel. Volgende week komt het tweede deel online. Dus vond je dit nou net zo leuk als alle andere video's? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te subscriben. En vergeet zeker niet om volgende week te kijken. Doei doei!